Goedendag allemaal en welkom bij de Vodafone Business Webinar Succesvolle klantcontactstrategie. Mijn naam is Jelmer Lettery van Vodafone Business en ik neem u in het komende uur mee op een enerverende reis op weg naar een succesvolle klantcontactstrategie. Nou, klantcontact is natuurlijk een hot item, hè, want met de toenemende digitalisering verandert natuurlijk ook de wijze waarop klanten met bedrijven communiceren. En wist u dat in 1/3 van de gevallen niet aan de verwachting van klanten wordt voldaan? En dat een groot deel ook bereid is om over te stappen naar een andere leverancier op het moment dat ze denken dat ze daar een beter klantcontact kunnen krijgen. Nou, hoe stimuleert er nou een klantgerichte bedrijfsvoering en wat zijn belangrijke stappen uiteindelijk om dat te realiseren? Daar hoort u in deze webinar vandaag alles over. Nou, vandaag delen 3 klantcontactexperts hun kennis. Allereerst Erik Hartmans, Customer Engagement Consultant van Vodafone Business. En hij vertelt waarom klantcontact zo essentieel is in de online wereld van vandaag. Dan hebben we Gea Krechting, Manager Customer Service en Sales Support bij FD Media Groep. En zij laat zien dat het niet altijd ingewikkeld hoeft te zijn om een succesvolle klantcontactstrategie uit te voeren. En tenslotte collega Robin Hogekamp, ook van Vodafone Business, Senior Business Consultant Customer Experience. En hij neemt u mee aan de hand van een heel duidelijk stappenplan hoe u zelf uiteindelijk die strategie tot uitvoer kunt brengen. Nou, als u vragen heeft tijdens de presentaties, dan kunt u die stellen in de chat. En wij lezen die dan tijdens de presentatie en zullen die ook na afloop dan met de sprekers behandelen. Dus ik zou ook zeker aanraden om daar gebruik van te maken, want dan krijgt u 1-op-1 eigenlijk al terugkoppeling. Nou, mocht u nou naar aanleiding van de inhoud en de presentaties van vandaag behoefte hebben om met Robin Hogekamp of Erik Hartmans in gesprek te treden, dan kan dat. Daar zullen we ook een registratielink voor aan het einde van de webinar ter beschikking stellen. Maar daarover zo meteen meer. Nou, laten we dan voor nu snel beginnen met de eerste spreker. Welkom Erik Hartmans. Dank je, Jelmer. Customer Engagement Consultant bij Vodafone Business. Ja. Nou, vanuit die rol natuurlijk enorm veel klantcontact, of in ieder geval veel contact met bedrijven over hoe zij hun klantcontact het beste kunnen inrichten. Als je het nou hebt over de ultieme klantbeleving, is dat nou iets wat eigenlijk voor elk bedrijf hetzelfde is? Wat een goede vraag, Jelmer. Het lijkt net of we het niet geoefend hebben van tevoren. Nee, daar ga ik jullie alles over vertellen. Tenminste, ik ga het proberen om er alles over te vertellen. Nou, veel succes. Dank je wel. Laat ik eerst mezelf maar even aan u voorstellen. Mijn naam is Erik Hartmans en klantcontact is een van mijn passies. Ik zit al 25 jaar in het vak. Ik ben 55 jaar en ik woon in Roosendaal samen met mijn vrouw. We hebben samen 3 kinderen, waarvan er alweer 2 het huis uit zijn. En naast mijn werk voor Vodafone en Ziggo ben ik ook gediplomeerd en gecertificeerd coach. Mag ik graag hardlopen en ja, ik vind ontspannen met mindfulness wel erg prettig. En mijn verhaal gaat met name over het why, waarom. Waarom is nu die ultieme klantcontactstrategie zo belangrijk? Nou, Jan gaf het eigenlijk al aan. Een heleboel klantverwachtingen komen niet uit. Jan had het over 1/3, maar het is zelfs nog iets meer. Het is 38% van alle klantcontacten. En dat is best veel. De positivo's onder ons zullen zeggen dat is dus 62% top. Maar 38% dus niet. En stel je nou voor dat je 38% van je omzet morgen zou verliezen. Of dat 38% van je klanten er morgen niet meer zou zijn. Wat zou dat dan doen voor je bedrijf? Want Jan vroeg het eigenlijk ook al. Wat gebeurt er nou als mensen denken elders een betere ervaring te zullen hebben? En dan geeft me liefst 96,2% aan dat ze overwegen om over te stappen als ze die betere ervaring elders kunnen krijgen. 96,2%. Dat is schrikbarend veel. Dat is namelijk gewoon bijna iedereen. Dus het is van belang dat je goed gaat nadenken over een klantcontactstrategie. En eigenlijk heb ik de why al een klein beetje beantwoord. Als we naar klantcontact kijken, dan bedoel ik eigenlijk klantcontact in de breedste zin van het woord. Dat is de volledige manier waarop een bedrijf omgaat met een klant, een prospect of een lead. En ik weet wel dat de klantenservice daar ook onderdeel van uitmaakt. Maar daar kom ik zo even op. Wat bedoel ik nu met klantcontact? Nou, dat is het beïnvloeden van het gevoel wat mensen over jouw organisatie hebben. Dan gaat het over reputatie, dan gaat het over imago van het bedrijf. Dat is dus je marketinguitingen. Dat is dus je nieuwsbrief. Dat zijn je advertenties. Eigenlijk alles wat ermee te maken heeft.
En de klantenservice, het klantcontact, vormt daar de basis van. En dat moet in balans zijn. En op het moment dat het niet in balans is, ja, dan krijg je een beetje, ja, een beetje het gevoel van, hoe zit het nou? Als je een A-grade company denkt te zijn, of dat is je imago, je levert een slechte klantenservice, dan is je A-grade snel voorbij. Het moet dus in balans zijn. En dan is er maar één ding mogelijk. Hè. We moeten streven naar excellent klantcontact. En dat hoor ik elke dag. Ik wil excellent klantcontact bieden. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in? Nou, als we weer teruggaan naar de basis. Klantcontact is wat past bij je imago en je reputatie. Als het anders is, klopt het dus niet meer. Excellent klantcontact is onderscheidend vermogen. Vroeger ging dat misschien wat anders. Maar klantcontact is op dit moment echt het onderscheidend vermogen. Er zijn niet echt veel unieke producten meer. Heel veel producten zijn ook ik ook. En als je een ik ook product hebt, ja, dan kun je een aantal dingen doen. Maar wat de meest gebruikte manier was, dan ga ik toch korting geven. Maar op het moment dat je korting gaat geven, dan krijg je lagere marges. Moet je rekening houden met je budgettering. Moet je dus je kosten gaan verlagen. Dat gaat vaak ten koste van marketing of van research en development. Krijg je dus minder slagkracht in de markt. Krijg je minder opties. En dat is het, the end. The end misschien van je product. Of nog erger, die end van je bedrijf. Als je het dus goed doet, dan verhoogt dat ook de klanttevredenheid. Dan zijn mensen blij en snappen het imago, je reputatie en je klantcontact. En je krijgt vaak meer ambassadeurs. En meer ambassadeurs die zorgen weer voor een hogere conversieratio. Je gaat dus sneller iets verkopen of sneller je diensten leveren. En als laatste, klanten zijn bereid meer te betalen voor excellente klantenservice. Denk zelf maar na. Ook jij doet dat. Het is ook onderzocht. Hè? We hebben gekeken van wat gebeurt er nu op het moment dat mensen meer dan modaal verdienen. Zijn die nou echt bereid om meer te betalen voor een excellente klantenservice? En dan geeft me liefst 66% aan, ja, daar ben ik toe bereid. 19,2% zegt, ligt er een beetje aan. Ligt er aan wat voor dienst, ik weet het niet zo goed. En slechts 14,8% zei, nou, daar ben ik eigenlijk niet toe bereid. Nou, toen we dat onderzocht hadden, was het ook wel handig om even te kijken naar mensen die gelijk of onder modaal verdienden. Maar ook daar was eigenlijk precies hetzelfde. 50% gaf aan, ja, doe ik. 31% zei, dat ligt eraan. En slechts 19% zei, dat doe ik dus niet. En toen hebben we gevraagd van, oké, maar wat is dan voor jullie zo belangrijk? Wat maakt dan die excellente klantenservice? En eigenlijk 80% zei, als het maar gepersonaliseerd is. Als ik maar herkend word als klant, dat geeft voor mij eigenlijk het excellente klantcontactgevoel. En dat betekent dat je wendbaar moet zijn. Wendbaar niet alleen dat je klantcontactstrategie klopt nu, maar ook morgen en ook overmorgen en misschien wel over een jaar. En dat je dus goed moet kijken naar eigenlijk de gouden driehoek, naar mensen, middelen en processen. En dan zeggen we altijd van ja, het is allemaal even gelijk. Hè? Als je één verandert, moet de ander ook veranderen. Maar diep in ons hart weten we echt wel dat de mens eigenlijk het meest belangrijk is en het onderscheid maakt voor jouw bedrijf bij je klanten. Maar je mensen moeten ook wel de juiste middelen hebben en de juiste processen kennen. Nou, processen kan ik op dit moment nog niet zo heel veel over zeggen, want dat ligt gewoon aan wat voor soort bedrijf je bent. Maar de middelen, daar kunnen we wel iets over zeggen. Want er zijn namelijk heel veel trends in klantinteractie. En ik heb er nu een aantal op de slide gezet. Dat gaat over klantinzicht, en dat gaat over integratie, dat gaat over locatie-onafhankelijk werken. Het gaat over het trainen van uw medewerkers, augmented reality. En ik heb even een top 3 samengesteld. En die top 3, die kan zomaar voor u anders zijn. Want trends zijn maar trends. Laat ik bij de eerste beginnen. Dat is namelijk cross of omnichannel. En we merken dat steeds meer klanten zeggen, joh, ik wil eigenlijk af van heel veel applicaties. Ik wil het eigenlijk allemaal in één hebben om mijn uiteindelijke doel te gaan bereiken, het omnichannel. Waarbij ik over alle kanalen een consistent antwoord kan geven. Dezelfde beleving kan geven. En dat maakt gelijk eigenlijk de uitdaging voor bedrijven. Hoe ga je daar zorgen dat het consistent is? Nou, vaak heb je daar integratie voor nodig. En integratie zorgt ervoor dat je mensen altijd dezelfde informatie krijgen om je klanten in één keer goed te kunnen helpen. Maar het is ook een business case, want integratie kan best duur zijn. Digitalisering. Nou, Jelmer gaf het al aan. Als je kijkt naar wat ik hier rechtsboven heb geschreven, is dat 99%... van de generatie Z en 63% van de millennials eigenlijk altijd hun reis online beginnen. En voorspellingen geven aan dat het telefonisch klantcontact
het aantal telefonische interacties 12% zal dalen in 2024. Ja, dan moet je daar wel klaar voor zijn. En dan moet je over nadenken hoe mensen dan met jou contact op kunnen nemen. En wat doe je met de groep die wellicht niet zo digitaal vaardig is? Digitaal als moet en persoonlijk als het kan. Tenminste, zo denken wij erover. Ik heb hier een slide meegenomen die wij zelf gebruiken. Waarbij we zeggen, digitalisering moet klantgericht zijn, moet data gedreven zijn en moet de digitale voorkeur bevatten van je klant. En de digitale voorkeur, dat is de combinatie van menselijk contact en geautomatiseerd contact. En klantgericht wil zeggen dat we de digitale voorkeur van onze klanten gebruiken om het aanbod die we leveren te bepalen. En alles gedreven vanuit de data die we hebben. En we werken met apps. Maar ja, zijn die apps eigenlijk wel klaar voor de digitalisering? Misschien ook iets om over na te denken. Zijn je tools klaar? En als laatste de self-service. Klanten verwachten eigenlijk 24/7 een antwoord. En tegelijkertijd zijn ze keuzemenu moe. Dus spraakherkenning, self-service wordt steeds belangrijker. Maar ook wat wordt er gezegd en hoe wordt het gezegd? En daar je voordeel mee doen als organisatie. Om het nog beter te maken voor je klant. En wat bedoel ik dan? Nou ja, bijvoorbeeld chatbot of voicebot technologie. Waarbij je het originele menu gaat veranderen op basis van spraak. Wat zeggen klanten? En op basis daarvan routeren. Of wat zeggen klanten en kunnen we automatisch een antwoord geven door bottechnologie? En misschien kunnen we het ook nog laten leren, machine learning. Maar toch nog een keer, digitaal als het kan en persoonlijk als het moet. En dan voor mij nog een 1 minuut recap. Wat heb ik nu eigenlijk allemaal gezegd? Als je een goede klantcontactstrategie hebt, dan beïnvloed je het gevoel van je klanten. Gaat het over je imago en reputatie? Ga je er meer door verkopen? En je gaat je onderscheiden in de markt. En trends, het zijn maar trends. Past het bij je imago en je reputatie, self-service? Of past het wel, spraakherkenning? Anders moet je het misschien wel niet doen. Je moet wendbaar zijn. Niet alleen nu, maar ook je klantcontactstrategie, moeilijk woord, aanpassen en blijvend aanpassen. En als laatste, je moet kijken naar je mensen, je middelen en je processen. En waarom? Volgens mij willen we allemaal meer tevreden en loyale klanten. En daar wil ik het eigenlijk voor nu bij laten. Dankjewel. Fantastisch verhaal, Erik. Dankjewel, Jan. Goed gestaafd ook met veel data. Dus er is veel data bekend over hoe klanten inderdaad met bedrijven interacteren. Kun je dan eigenlijk zeggen dat, als je het hebt over monitoring, zeg maar, kun je eigenlijk monitoren of een klant tevreden is en hoe kun je het blijven monitoren? Of ben je altijd afhankelijk van dat ene chatberichtje of dat ene telefoontje? Nou, de klantenservice is eigenlijk je voedingsbron. Daar komt heel veel data en informatie vanuit je klanten. En als je nu echt werkelijk naar die klantcontactmedewerkers gaat luisteren, dan krijg je heel veel feedback. Maar misschien is het nog leuker om wat ik noem een klantsafari te gaan doen. Ga nou eens gewoon bellen met een klant. En ga hem nu eens gewoon vragen, wat vind je eigenlijk van ons? En hoe zouden we jou kunnen helpen om nog een betere service te bieden? En de grap is, Jelmer, dat je verbaasd zal staan hoeveel mensen bereid zijn je die gratis informatie te geven. Mits je er maar wat mee doet en echt onderdeel laat uitmaken van de klantcontactstrategie. Mooi. Ja, we krijgen veel vragen binnen. Naar aanleiding van het eerste gesprek. Een van de vragen die we hebben binnengekregen, in hoeverre zit er nou eigenlijk een verschil tussen een B2C en een B2B bedrijf? Dat is een hele mooie vraag. Als u me die vraag zeg maar 2-3 jaar geleden had gesteld, dan had ik gezegd van nou, er zit wel degelijk een heel groot verschil. Maar we zien dat de mensen die achter die bij een businessbedrijf werken en die vragen hebben, dat het ook consumenten zijn. En je ziet dat de manier van communiceren bij B2B en B2C eigenlijk meer naar elkaar toe komt. Ook zij verwachten steeds meer. Heb je verschillende klantcontactstrategieën? Ja, over het algemeen wel. Maar zit er echt wel verschil in? Nee, niet meer. Helder. Oké, Erik, dankjewel voor je mooie verhaal. Dankjewel. Gea, welkom. Dankjewel. Natuurlijk manager Customer Service en Sales Support bij FD Media Groep. Klopt.
Natuurlijk veel, denk ik, ook een bedrijf echt in verandering. Maar ook alweer een bedrijf waar, denk ik, een kritische klant al jaren geleden, zeg maar, bestond. Namelijk de krant die niet bezorgd wordt. En uiteindelijk een boze klant aan de telefoon. Waar is mijn krant? Is er nou eigenlijk heel veel veranderd in die tijd? Nou, absoluut. Absoluut. En dat ga ik je vertellen. Nou, ja. Heel veel plezier. Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Gea Krechting. Ik werk al zo'n 25 jaar in de wondere wereld van klantenservice. En de laatste 7 jaar bij FD Media Groep als manager Customer Service en Sales Support. Woon in Haarlem samen met mijn man en mijn zoon. En ik ga jullie vertellen hoe wij omgaan met onze bezorgklachten. Maar eerst ga ik jullie kort kennis laten maken met het FD. Onze klantcontactstrategie binnen Customer Service. De uitdagingen en de trends waar we mee te maken hebben. En tot slot een use case. FD Media Groep. Wij zijn een toonaangevend mediabedrijf in het financieel-economische domein. En onze doelgroep, dat zijn de ondernemers, de bestuurders en de beslissers. En die willen wij toegang geven tot actuele, onafhankelijke en relevante content. Nou, die content brengen wij op verschillende manieren bij onze bij onze klanten. We hebben het Financieel Dagblad. Misschien kennen jullie de roze, de zalmroze krant. Die verschijnt elke dag. We hebben BNR, Business News Radio, waar wij zowel on-demand als livestream als podcast naar de luisteraars brengen. We hebben 2 weken geleden nog 2 podcast awards gewonnen, waar we heel trots op zijn. FD Business, content in hele specifieke niches, zoals pensioenen, beleggen, energie en dergelijke. En Company Info, dat is ons databedrijf. Dus deze 4 bedrijven die vormen samen FD Media Groep. En wij bij Klantenservice werken voornamelijk voor het Financiële Dagblad. En onze klanten, dat zijn de lezers, de abonnees van die krant. Onze klantenservice is niet zo heel erg groot. We doen ongeveer 105.000 live contacten per jaar, 50.000 self-service contacten. En wij maken gebruik van een facilitair callcenter waar ongeveer 20 mensen dedicated op ons project zitten. Dan kun je je afvragen, heb je dan wel een klantcontactstrategie nodig? Nou, ik denk het zeker wel. Allereerst moeten we bepalen wanneer we succesvol zijn. We moeten dezelfde doelstellingen nastreven en we moeten ook bepalen wanneer we dus daarbij over tevreden zijn. Daarnaast is het ook de basis voor de plannen en de keuzes die we maken. We leven in een veranderende wereld, dus een klantcontactstrategie is geen statisch iets. Het is dynamisch, waarbij je doelstellingen de basis vormen voor de plannen en de keuzes die je maakt. En daarnaast willen we natuurlijk over alle kanalen en alle teams heen dezelfde consistente klantbeleving geven aan onze klanten. Dus om integraal klantgericht te kunnen zijn. Dus het moet het een en ander structureren. Dus je gaat eigenlijk van een situatie waar iedereen van alles najaagt en maar hoopt dat het goed komt en dingen niet botsen, naar een strategie die beschreven is, waarin je doelstellingen staan, tevreden klanten, tevreden medewerkers, inspelen op trends en uitdagingen. En we, voor ons is het ook heel duidelijk een doelstelling dat we de voice of the customer willen zijn, dus dat we onze klantsignalen, de bevinding van de klant willen delen in onze organisatie. En dat alles met een sausje van wendbaarheid en flexibiliteit. Hoe hebben wij dit gedaan voor tevreden klanten? Nou, allereerst de basis. Wij werken met een servicepyramide waarbij we zeggen, elk klantcontact is gelaagd. Wij willen heel graag dat mensen een goede klantervaring krijgen, in één keer goed geholpen worden. Dus de basis van alles is dat je de juiste vinkjes zet en je dingen probleemloos en foutloos invoert. We willen graag dat klanten dat gemakkelijk kunnen doen. Dus zij moeten geen problemen ondervinden met het doorgeven van hun vragen. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk dat we onze klanten erkennen en herkennen. En dat we ze laten weten dat we blij zijn dat ze klant bij ons zijn. En je kan zelfs je klant nog verrassen. Wij sturen heel duidelijk op een aantal KPI's die ook werkelijk onze doelstellingen nastreven. Klanttevredenheid, customer effort score en minder herhaalverkeer. En onze medewerkers hebben een toolbox waarbij ze kunnen beslissen om de klant af en toe ook te verrassen met een bloemetje en een kaartje als zij denken dat dat wat toevoegt aan de relatie met onze klanten. Naast die basis hebben we natuurlijk enorm veel trends waar we rekening mee moeten houden. Nou, ik noem er een paar. We willen steeds meer die relatie met de klant aanhalen en die klant wil dat zelf ook. Klanten willen graag een omnichannel klantbeleving en ze willen eigenlijk ook benaderd worden door ons. Ze willen niet altijd ons hoeven benaderen, maar ze willen graag dat wij ook laten merken dat we hen zien door contact met hen op te nemen. En dat alles ook nog met een paar uitdagingen. Hè? Waarschijnlijk kennen jullie ze allemaal wel. Het zijn natuurlijk economisch onzekere tijden. Enorme krapte op de arbeidsmarkt waar we op verschillende
manieren mee te maken hebben, oplopende operationele kosten. En dat dwingt een klantenservice eigenlijk ook om klantcontacten te automatiseren. Bridge the gap, dat is wat we moeten doen. Customer service organisaties moeten meer en meer een brug slaan tussen enerzijds die robotisering en die automatisering die nodig is om efficiënt te kunnen werken, maar anderzijds wel de klanten persoonlijker en proactiever te woord te staan om hen te servicen. Dat is een beetje een spagaat waar we in zitten. En ik ga jullie vertellen hoe wij dat gedaan hebben met het, op het onderdeel bezorgklachten. Want we zijn een krant, als het goed is wordt die 6 keer per week bij je bezorgd. Maar door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er te weinig bezorgers in heel Nederland. En dan is het even belangrijk voor jullie om te weten, er is 1 distributieapparaat. Dit wordt uitgevoerd door DPG en Mediahuis. Dus als FD zeggen, nou, dan gaan we het toch zelf doen. Dat is niet de oplossing, want dat werkt gewoon echt niet. Dat kan niet. We moeten gebruik maken van dat distributieapparaat. Maar doordat er zo ontzettend veel bezorgers tekort zijn, krijgen veel mensen hun krant niet of niet op tijd. Het ligt niet altijd aan de bezorgers. Soms lopen ze 4 of 5 wijken. Maar de uitkomst is dat niet iedereen zijn krant netjes op tijd krijgt. En we merken ook dat het zwaartepunt van de meldingen van die bezorgklacht op zaterdag en op maandag ligt. Waardoor onze afdeling ook een beetje onbereikbaar dreigt te raken. Je kan je self-service kanaal natuurlijk wat meer inzetten. Maar nog steeds, als mensen hun krant een aantal keer niet ontvangen hebben, dan willen ze daar graag met iemand over praten. En die mogelijkheid bieden we natuurlijk ook heel graag. Dus dit is zeg maar de probleemstelling. We merkten dat we iets moesten doen. Dat we met het gewone, als je doet wat je altijd al deed, dan krijg je morgen wat je gisteren al had. Dat een beetje, dat wilden we doorbreken. We zijn met een groepje apart gaan zitten. We hebben gezegd, hoe zorgen we er nou voor dat de lezers van het Financiële Dagblad een optimale klantervaring krijgen. Ook als ze de krant niet ontvangen hebben. We hebben klachten geanalyseerd en al kijkend door onze oogharen naar al die klachten zagen we een viertal signalen echt naar boven drijven. Dat waren het herhaaldelijk de krant niet ontvangen is echt vervelend. Mensen vinden het heel vervelend. Mensen willen erkend worden in hun probleem. Dus een standaardbriefje of een standaard excuus is niet voldoende. Kranten willen de weekendkrant ook echt in het weekend lezen. Nou, kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, logisch, vinden wij ook. Maar als een weekendkrant niet bezorgd wordt, dan is er geen service in het distributieapparaat die ervoor zorgt dat jij de krant alsnog kan lezen op zaterdag of op zondag. En klanten die via self-service hun klacht indienen, die willen ook gezien worden. Die willen niet iedere keer hetzelfde standaard briefje of de standaard bedankpagina krijgen. Dus die signalen, die moesten we tackelen. Nou, we zijn begonnen met de basis. Daarbij hebben we gezegd, we zetten de basis eigenlijk nog even op scherp. Dat betekent, binnen de kaders moet er maatwerk geleverd worden aan klanten. Dus de compensatie die je biedt moet passend zijn bij wat de klant wil. We hebben een aantal manieren om een klant te compenseren als hij zijn krant niet ontvangen heeft. Maar dat moet met de klant besproken worden. Ik heb liever dat je meer compensatie biedt dan te weinig. Hè? Meer is altijd beter. En we moeten ervoor zorgen dat die klant ontzorgd wordt. Dus dat is de basis. Daar zijn we mee begonnen. Maar dat was niet genoeg. Want daarmee tackelden we niet die signalen die ik zojuist heb opgenoemd. We moesten meer doen. Hè? Die weekendkrant in het weekend laten lezen. Via self-service de klanten erkennen. Of de klanten die via self-service een klacht indienden erkennen. Mensen proactief benaderen om te laten merken dat we hen zien. En ook de bereikbaarheid op maandag en zaterdag moest toch echt wel beter. We hebben een aantal maatregelen genomen. Allereerst die weekendkrant ook echt in het weekend kunnen lezen. Dit is ontzettend belangrijk en als het voor onze klanten belangrijk is, is het voor ons ook belangrijk. Dus we hebben vouchers ontwikkeld waarmee klanten die herhaaldelijk de krant niet ontvangen, zelf een krant kunnen afhalen bij een landelijke boekhandel. Dat kan bij de ACO, bij de Readshop, bij de Bruna en bij de Primera. Die hebben een aardige dekking in Nederland. En als jij bij een van die winkels aankomt met zo'n voucher, dan krijg jij de krant gratis mee. Daarnaast hebben we ook nog gezegd, in de probleemgebieden, de grootste probleemgebieden, wordt de weekendkrant op zaterdag bezorgd door een koerier. Als je voor 1:30 je klacht doorgeeft, dan zorgen wij ervoor dat er 's middags een koerier langskomt en die brengt de krant bij je langs. We zijn de enige in Nederland die dat doet. En die service wordt enorm gewaardeerd. Daarnaast hebben we ook nog een programma ontwikkeld met proactieve klantbenadering.
In samenwerking met onze data-analyseclub zijn we op zoek gegaan naar de mensen die de grootste bezorgproblemen ervaarden. En daar nemen we proactief contact mee op. Dus je moet je voorstellen, iedere maandag dan komt er een lijst van klanten die voldoen aan de criteria die wij opgesteld hebben. Die gaan naar een speciale dedicated medewerker. En die medewerker gaat mensen bellen en mailen om te praten over de bezorgklachten. Ze kan ze niet oplossen, maar een beetje TLC, een beetje tender love and care, compensatie, vouchers. Zo laten we zien dat we de klanten echt begrijpen en dat we hun probleem gezien hebben. Dat doet echt wonderen. En daarnaast is nog een groep met relatief veel bezorgklachten, de nieuwe abonnees. We merkten ook dat nieuwe abonnees niet altijd hun klachten doorgaven. Dus daarom bellen we nieuwe abonnees op in de eerste 2 weken nadat hun abonnement gestart is. We doen een service call en we checken of de krant goed bezorgd wordt. Als dat niet zo is, kunnen we direct aan het begin van het abonnement actie ondernemen om die bezorging op peil te brengen. We doen dit ook, dit lost natuurlijk ook het probleem op dat we op zaterdag en maandag moeilijk bereikbaar waren. Want we proberen met mensen die herhaalklachten hebben, er wordt een case manager opgezet en we zorgen ervoor dat we proactief contact met die klanten op blijven nemen. Zodat zij niet altijd ons hoeven te bellen. Dus die vouchers, de koerier die langskomt in het weekend, de proactieve klantbenadering, dat op die basis van een goed klantcontact, een bezorgklacht goed afhandelen, zorgt ervoor dat wij binnen de kaders van al die bezorgklachten toch gewaardeerd worden door onze klanten en dat ze redelijk tevreden zijn. En dat geeft ons weer tijd om die klacht op te lossen. Dat wilde ik graag met jullie delen. Ik weet niet of er nog vragen zijn gesteld via de chat. Gea, dankjewel voor je verhaal. En wat ik in de introductie ook al even aangaf, soms is er niet hogere wiskunde eigenlijk om een klant tevreden te krijgen. Het voorbeeld natuurlijk van de vouchers of de service delivery. Echt fantastisch dat jullie dat doen. We hebben inderdaad ook onze gasten van de webinar van tevoren gevraagd vragen in te sturen. En er kwam een vraag binnen over KPI's. Ja. En jij noemde dat ook al even in het begin van je presentatie. Maar wat zijn nou goede KPI's om op te sturen? En welke vooral ook niet? Ja, nou, goede KPI's om op te sturen, die werken naar een bepaalde uitkomst. En dat zijn de doelstellingen die jij gezet hebt. Dus als je tevreden klanten wil, dan moet je KPI's sturen naar tevreden klanten. Dus, en je moet daarbij ook voldoende ruimte bieden om maatwerk te kunnen bieden aan je klanten. Dus klanttevredenheid, customer effort score, minder herhaalverkeer, want we weten dat herhaalverkeer een irritatiefactor is bij onze klanten. Dus dat zijn goede KPI's om op te sturen. Geen goede KPI's? Ja, voor mijn project geldt, wij sturen bewust niet op afhandeltijd. En afhandeltijd is een middel en het kan geen doel zijn. Medewerkers kregen op een gegeven moment afhandeltijdstress. Dus dat hebben we helemaal afgeschaft om in ieder geval de medewerkers in staat te stellen om dat gesprek en die gelaagdheid die ik heb uitgelegd, om daaraan te kunnen voldoen. En je kan jezelf afvragen of een service level een KPI is. Misschien een beetje een knuppel in een hoenderhok, maar we merken wel dat als klanten lang moeten wachten aan de telefoon, en dat gebeurt, want we zijn gewoon af en toe onderbezet. Als die klanten reet goed geholpen worden, dan zijn ze hartstikke tevreden. En dan is het feit dat ze lang moesten wachten niet meer van doorslaggevend belang. Dus op die manier moet je denk ik naar je KPI's kijken. Ja, helder. Een andere vraag die wij hebben ontvangen gaat over stakeholder management binnen het bedrijf. Oh, leuk. Dus hoe zorg je eigenlijk voor dat stakeholders binnen bedrijven natuurlijk ook customer service ademen en dat het niet alleen Gea Krechting is die zeg maar alles doet? Ja, ja, nou, dat en haar team natuurlijk. Ja, dat is mijn stokpaardje eigenlijk. Dus okay. Het is grappig dat die vraag gesteld is. Ik vind dat klantgerichtheid is het domein van het hele bedrijf. Niet alleen van klantenservice, maar iedereen moet op dezelfde manier klantgerichtheid nastreven. Maar wij bij klantenservice hebben wel de pot met goud. En dat zijn de bevindingen van onze klanten. Die vertellen ons wat ze van onze producten vinden. Dus wat wij doen is wij voeden onze stakeholders iedere keer doorlopend met wat klanten van ons vinden. Dat is enerzijds met cijfers, maar ook met quotes en letterlijk zinsneden uit mailtjes die ze ons sturen. We hebben gelukkig hele mondige klanten die ons graag vertellen waar ze denken dat het beter kan. En iedere vrijdag stuur ik alle klantsignalen naar binnen de organisatie.
En dat is niet alleen maar wat een fantastische klant is, het FD. Maar dus ook, kunnen jullie wat doen aan die lettergrootte of het contrast van je letters? Daar moet je bijvoorbeeld aan denken. Dat wordt ook gedeeld met iedereen. En ik merk ook echt dat we impact hebben met onze klantsignalen, dat we dat delen. Ja, vind ik een hele belangrijke verantwoordelijkheid van onze afdeling. Mooi. Dankjewel, Gea. Graag gedaan. Dankjewel. Ja, dan gaan we door naar de volgende spreker. Dat is Robin Hoogkamp. Robin, welkom. Dankjewel. Ook een collega natuurlijk, we zijn collega's van elkaar. Je werkt ook veel samen natuurlijk met Erik Hartmans, die we natuurlijk ook in het begin hebben gezien. Ja. Hoe vullen jullie elkaar zeg maar goed aan? Nou, we vertegenwoordigen allebei netjes gezegd een andere generatie. Dus ik denk dat we elkaar heel mooi aanvullen met verschillende inzichten. Mooi. En als Omnichannel Expert help je natuurlijk bij bedrijven om de juiste klantcontactstrategie te bepalen. Ja. Je gaat het ook aan de hand van een duidelijk stappenplan eigenlijk doen. Hè? Dus zeker. We moeten het ook klein maken om het behapbaar te krijgen. Ja. Maar wij zijn natuurlijk Vodafone Ziggo en hebben natuurlijk zelf ook heel veel, echt miljoenen klantcontacten natuurlijk per maand. Zeker. Ben je ook betrokken eigenlijk bij de continue verbetering van ons eigen klantcontact? Zeker, ja. Gelukkig mogen Erik en ik ook allebei helpen bij onze eigen processen. Dat doen we ook vooral omdat klanten het heel erg interessant vinden om te weten wat we eigenlijk zelf doen. En daar ga ik jullie ook nu in meenemen. Oké, heel veel plezier. Dankjewel. Nou, ik heb het eigenlijk al gezegd, Erik en ik zijn collega's. We vertellen elke dag onze klanten, proberen we te helpen om meer te doen met klantcontact. En we doen dat elke dag. Het is onze passie. En ik ga jullie wat meer vertellen over kanaalstrategieën en klantinteractie. Maar laten we beginnen met de definitie daarvan. Wat betekent dat eigenlijk? En het laat zich eigenlijk het beste beschrijven als de rol, omvang en onderlinge samenhang van alle kanalen die samen bijdragen aan een toonaangevende klantervaring. En het belangrijkste is eigenlijk ook om goed te onthouden dat klantcontact ontzettend veranderd is de afgelopen jaren. En hoe ga je dat nou op een goede manier implementeren? Allereerst is het belangrijk om een doel te beschrijven. En als je dat helemaal plat slaat, is het belangrijk dat je de gewenste mix van jouw kanalen tussen alle klantinteractie, tussen jouw organisatie en jouw klanten goed beschrijft. En daar horen een aantal criteria bij. Het is belangrijk om die criteria goed te beschrijven. Denk bijvoorbeeld aan de behoeftes en de verwachtingen van je klanten op basis van klantonderzoek. Erik heeft het ook al even kort benoemd. Vraag je klanten, wat verwacht je van ons? Wat zijn jouw behoeftes? Maar kijk ook goed naar de waarde die je levert aan je klanten, maar ook, niet geheel onbelangrijk, aan je eigen organisatie. Dus maak een goede analyse op je kosten en baten, zodat je dat ook intern goed kunt verdedigen. En denk na over je kanaalinzet. Dus maak strategische afwegingen. Wat levert het me op en wat kost het ook? En uiteindelijk, niet heel sexy, maar wel heel belangrijk, wettelijke vereisten. Denk goed na over de compliance die je hebt te voldoen als organisatie. Nou, als je dan kijkt naar die inhoud, dan zijn er een aantal zaken waar het aan moet voldoen. Uiteraard alle klanten. En wat heel belangrijk is, is dat je ook die interacties van die gehele klantcyclus, en daar ga ik je zo wat meer over vertellen, goed beschrijft. En maak inzichtelijk welke klantreizen er zijn voor jouw klanten. En uiteindelijk alle verkoop- en servicekanalen die direct interactie hebben met jou als organisatie, moet je goed beschrijven. En uiteindelijk, zo'n klantinteractie en kanaalstrategie is een bouwblok voor jouw customer experience ambitie. Nou, ik heb een aantal zaken hier beschreven. Maar het belangrijkste is om te onthouden dat je gewoon uiteindelijk een goed beeld van je klant krijgt en dat je dat goed beschrijft. En uiteindelijk met als doel dat je differentieert op basis van je klantbehoeftes. En dat uiteindelijk voor zorgt dat je loyale klanten krijgt. Nou, als je dan kijkt, hoe kun je dat doen? Wat heb je dan nodig om dat goed te beschrijven? Maak gebruik van een customer journey framework. Zo'n Customer Journey Framework zorgt ervoor dat je alle klantreizen kunt beschrijven. En met het beschrijven van die klantreis moet je dat altijd doen vanuit het oogpunt van de klant. Wat ervaart jouw klant als hij met jou contact opneemt? En hou rekening met alle fases. En zo'n klantcyclus bestaat niet alleen aan het aankopen en het verlaten, maar er zitten ook een heleboel kanalen tussen en ervaringen tussen die niet altijd beschreven worden. En het is belangrijk om dat goed te beschrijven. Als je dan kijkt hoe we dat doen, dan ga ik jullie even meenemen. En dat begint met uiteindelijk het inzichtelijk maken van een kanaaloverzicht. En wat houdt dat in? Ik ga jullie een voorbeeld geven hoe we dat bij Vodafone Ziggo hebben gedaan. Allereerst zie je de kanalen die wij binnen Vodafone Ziggo hebben. Nou, dan zie je hier een zestal beschreven. Web, app, contactcenter, retail, engineers en nog niet geheel onbelangrijk indirect. En die staat ook in het grijs, want die wordt nog wel eens vergeten. Als je werkt met derden, is het heel goed om ook dat kanaal te beschrijven. En wat ik net al zei, beschrijf het vanuit de klant. En het hoeft echt niet ingewikkeld te zijn.
Kijk maar eens naar hoe wij het hier hebben beschreven. Beschrijf gewoon wat de klant doet binnen dat desbetreffende kanaal. Het wordt wel wat ingewikkelder naar het volgende punt, want je moet namelijk alle contactmomenten beschrijven. En dan wordt het een wat drukker plaatje. Want als je hier kijkt, zie je dat je binnen Vodafone Ziggo heel veel kanalen hebt waar je gebruik van kunt maken. Welke kanalen zijn er en welke contactmomenten zijn er binnen die kanalen? En het is heel belangrijk om dat goed in kaart te brengen, want dat is je basis voor je strategie. Uiteindelijk, als je dit inzichtelijk hebt, kun je ook zien waar de digitale ervaringen zitten en waar de assisted kanalen zitten. Oftewel, waar spreek ik daadwerkelijk met een medewerker? Dat kan bij ons in een winkel, een engineer die langskomt om iets te installeren of te repareren. En je ziet het heel mooi samenkomen in het contactcenter. En vandaar dat dat ook een hele cruciale rol is in je klantcontactstrategie. Als je dat uiteindelijk hebt beschreven, is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden. Maak het makkelijk. Zorg voor eenvoud. Hoe makkelijker je het doet, hoe beter het is voor je klant. En hou rekening met het aantal kanalen die je aanbiedt aan je klanten. Er is onderzoek naar gedaan en 4 kanalen werkt het beste voor je NPS. Maar hou rekening met het feit dat je verschillende kanalen moet aanbieden, omdat klanten verschillende wensen en behoeftes hebben die je, als het goed is, hebt onderzocht om in te zetten. Sommige klanten willen andere kanalen gebruiken om contact met jou op te nemen als organisatie. En hou het simpel. Hoe makkelijker het is voor jou om met je klant te schakelen, hoe fijner de klanten dat ook vinden. Uiteindelijk is het belangrijk dat ik gewoon snel geholpen word. Hou ook rekening met wanneer je daadwerkelijk impact wil maken met jouw klant. Zorg ervoor dat je bewust kiest op bepaalde momenten dat je daadwerkelijk klantcontact hebt. Nou, vaak zie je dat bij aankoop en bij het vertrek. En dat zijn natuurlijk momenten dat je het verschil kunt maken richting jouw klanten. Hou daar goed rekening mee. Uiteindelijk, segmentatie en personalisatie is ook een hele mooie. Bijvoorbeeld Spotify doet dat heel goed op basis van data. Zorgen zij ervoor dat jij de juiste frequentie in je app naar jou wordt gepresenteerd. Nou, en uiteindelijk, eenvoud en duidelijkheid. Wederom een hele belangrijke. Hou het simpel. En nogmaals, hoe ingewikkelder de informatie, hoe moeilijker de klanten dat vinden en dus hoe lager je NPS. Hou het simpel. Als je dan kijkt naar je klantgedrag, is het goed om het te beschrijven. En wat bedoelen we daarmee? Nou, ik ga hier een voorbeeld geven. Uiteindelijk zijn er 2 scenario's waar wij als Vodafone Ziggo naar gekeken hebben. Er zijn klanten die het heel graag zelf willen doen. En er zijn klanten die eigenlijk liever hulp willen hebben. Omdat ze het uiteindelijk het vertrouwen niet hebben en het liever gewoon met iemand willen spreken. Nou, wat kun je dan doen om dat te doen? 6 leidende principes om dit uiteindelijk te beschrijven. Nou, als je dan kijkt, hoe kun je dat doen? Nou, allereerst, beschrijf die 6 principes. Je ziet ze hier heel mooi beschreven. Self-service is nummer 1. Vodafone Ziggo wil heel graag dat klanten het zelf kunnen doen. Er is ontzettend veel behoefte bij zekere jongere generaties dat ze het gewoon zelf willen doen. Maar hou het ook simpel. Zorg ervoor dat een klant exact weet waar hij iets kan doen. En zorg ervoor dat als het nodig is, er persoonlijk hulp altijd beschikbaar is. Dus mocht je ergens vastlopen, zorg ervoor dat de persoonlijke hulp altijd beschikbaar is. Vervolgens voorspel die klantbehoeftes. Gebruik data wat je hebt om die klantbehoeftes inzichtelijk te maken en daar ook naar te handelen. En vervolgens, als ik tussen die verschillende kanalen die je net mooi in het overzicht terugzag, wil gaan wisselen, dan is het heel belangrijk om dat uiteindelijk goed te doen. Als ik in een winkel sta en vervolgens ga ik toch bellen, dan is het heel belangrijk dat ik weet als contactcentrummedewerker wat er in zo'n winkel is besproken, zodat ik goed kan meenemen wat er al besproken is. Uiteindelijk die routering tussen die verschillende kanalen moet soepel gaan. Het moet slim zijn en het moet gebaseerd zijn op data en je klantbehoeftes. Dus mocht je gaan wisselen tussen die verschillende kanalen, is het heel belangrijk om dat goed te beschrijven en ook goed in te richten. En uiteindelijk, die kanaalopties moeten overal altijd beschikbaar zijn. Dus hou rekening met die verschillende doelgroepen die je hebt, 2 verschillende klantscenario's en die moet je altijd goed bedienen. Als je dan verder kijkt, hou ook rekening met de digitale trends. Dus bijvoorbeeld web wordt een heel belangrijk kanaal om je klanten aan te sluiten. En een app gaat meer gebruikt worden voor service gerelateerde vragen en voor je bestaande klanten. Dus uiteindelijk die service taken zullen wat meer verplaatsen naar de app. Nou, en uiteindelijk, en dat vind ik een hele mooie, kan jouw ondersteunend personeel zich meer inzetten voor complexe vragen. Dus die kunnen ook veel meer waarde uit hun eigen werk halen, omdat ze uiteindelijk echt daadwerkelijk het verschil kunnen gaan maken naar jouw klanten toe. Ze hoeven niet meer die standaard antwoorden te geven, want dat heb je uiteindelijk goed ingericht als je het goed hebt beschreven. En uiteindelijk zorg je ervoor dat als je het goed inricht en gebruik maakt van die data, dat je betrokkenheid kunt creëren door alle kanalen heen. En dat zorgt ook voor meer betrokkenheid naar jou als klant toe en als organisatie. Nou, we hebben het al over gehad, digital is the way to go. Als je uiteindelijk kijkt,
Hou rekening mee dat als je inzet om volledig digitaal te willen gaan opereren, dat dat heel veel vergt van jou als organisatie. Het is heel belangrijk om iedereen daarin mee te nemen. En als je hier kijkt en je vraagt mij wat is dan eigenlijk het allerbelangrijkste, dan is het heel goed om te beseffen dat het succes afhangt van alle teams die betrokken zijn. Het is niet, zo net zoals Gea zei, het is niet alleen Gea die bepaalt wat er gebeurt voor klantcontact. Het zijn alle teams die daaromheen zitten, die moeten begrijpen welke kanaalstrategie jij voert en dat iedereen daar ook naar handelt op basis van die principes. Als je dit dus uiteindelijk wil implementeren, zijn er vier zaken waar je goed rekening moet houden. Allereerst die end-to-end customer journeys, waar we het over hebben gehad. Die klantreizen moet je goed beschrijven, zodat je weet wat er speelt en waar klanten contact met jou opnemen als organisatie zijnde. Uiteindelijk moet je ook alle zaken die eromheen zitten qua communicatie daar goed op laten aansluiten. Vervolgens is het heel belangrijk, we hebben het er al over gehad, data in te zetten om je dashboards op orde te krijgen, maar ook om goed dat klantgedrag te begrijpen. Wat gebeurt waar? Waarom neemt de klant via welk kanaal met mij contact op? Beschrijf dat en gebruik het en zorg ervoor dat je de juiste tooling hebt. Als we het dan over tooling hebben, technologie en IT is natuurlijk ontzettend belangrijk. Zorg ervoor dat je applicaties en toepassingen hebt die dit ondersteunen. Als jij een hele ambitieuze klantcontactstrategie hebt, is het heel belangrijk om de juiste tooling te gebruiken om dit ook te kunnen waarmaken. Maak dit inzichtelijk en beschrijf het op een goede manier. En uiteindelijk mensen en organisatie. Een van de belangrijkste factoren misschien wel, omdat uiteindelijk de mensen het verschil maken. Je kunt nog zulke mooie strategieën beschrijven, maar als de medewerkers het niet begrijpen of niet omarmen, dan zal het niet gaan werken. Zorg er dus voor dat je het goed beschrijft en dat de commitment ook vanuit het management komt. Maak het inzichtelijk. Dan gaan we naar de samenvatting. Het is een heleboel informatie geweest, maar ik hoop dat er een aantal zaken blijven hangen vandaag. Allereerst, beschrijf dus een duidelijke visie. Zorg ervoor dat je het uitschrijft. Zorg wat je wilt bereiken en maak het natuurlijk relevant binnen je bedrijfsstrategie. Zorg ervoor dat het op elkaar aansluit. Maak een customer journey framework. Beschrijf die klantreis en zorg ervoor dat je die touchpoints met die verschillende kanalen inzichtelijk maakt. En uiteindelijk, als je dit doet, beschrijf het vanuit de klant. Het hoeft niet ingewikkeld, maar beschrijf het vanuit de klant. En uiteindelijk hou rekening met dat verschillende gedragsscenario's. Zelf doen versus ik wil een medewerker spreken. En nogmaals, betrek alle teams. Uiteindelijk is het belangrijk dat iedereen zich bewust van is dat hij of zij een onderdeel is van klantcontact. En als laatste, maak dus gebruik van die 6 principes. Succesvol klantcontact kun je waarmaken op basis van deze 6 principes. Ik hoop dat jullie met deze 6 principes vanaf vandaag ook aan de slag kunnen gaan. En ik vond het hartstikke leuk om vandaag voor jullie te mogen spreken. En ik ben heel erg benieuwd of er nog vragen zijn. Dankjewel Robin. Mooi binnen de tijd zou ik zeggen, want het was aardig wat content wat je moest verstouwen. Maar ja, jullie maakten zich zorgen, hè? Je hebt dat echt op een hele goede manier gebracht. Een vraag die wel binnen is gekomen, eigenlijk voorafgaand aan deze webinar was, hoe bepaal je nou de juiste kanaalstrategie? Want je had het op een gegeven moment ook over 4 kanalen eigenlijk, ja, voor het hoogste NPS. Ja. Maar hoe bepaal je nou eigenlijk een strategie per kanaal? Ja, goede vraag. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is ook hoe haalbaar is het. Ik had het net toevallig ook van tevoren met Gea over gehad. Als je iets bedenkt, het moet uiteindelijk ook uit te voeren zijn. Je kunt nog zulke mooie ambities beschrijven, maar het moet haalbaar zijn en het moet passen bij je bedrijf. Het moet aansluiten op je bedrijfsstrategie en daar moet je heel goed rekening mee houden. Want als je dat goed laat aansluiten, dan zorgt het ook ervoor dat je het uiteindelijk succesvol kunt doen. Mooi, en die 6 principes, hè, die we ook nu in het scherm, ja, nog zien staan, zijn sommige nou belangrijker? Hè? Want als je zegt van oké, je zou er 3 moeten kiezen, dan kies ik voor deze 3. Of is het heel erg afhankelijk van de situatie waar je als bedrijf zeg maar in bevindt? Nou ja, ik ben van mening dat alle 6 even belangrijk zijn, want als je er 1 mist, dan ga je uiteindelijk ergens een hiaat creëren. Deze 6 zijn echt beschreven omdat ze alle 6 even belangrijk zijn om toe te passen. En als je dat dus goed doet, zorg je er dus voor dat je succesvol klantcontact hebt. Nou, ik zou zeggen een waterdicht verhaal, toch? Ik hoop het. Ja, zeker. Nou goed, en mochten er nog vragen zijn, dan kunnen ze die natuurlijk nog steeds in de chat stellen. Zeker, absoluut. Die kunnen we dan eventueel nog na afloop behandelen. Mocht dat niet lukken met de tijd, dan kunnen we ook na afloop natuurlijk zeker nog de vragen beantwoorden. Zeker. Oké, dankjewel. Dankjewel Robin. We hebben nog tijd voor wat vragen die zijn binnengekomen. Wil ik toch weer even vragen of Gea in dit geval weer even terug on stage zou kunnen komen. Want er kwam een vraag binnen van
Wilma Bouwman. Zij heeft in ieder geval gezegd, mooie aanpak, Gea. Dankjewel. Dank voor je verhaal. Kun je iets delen over de resultaten van de aanpak? Bijvoorbeeld op het gebied van klanttevredenheid. En hebben jullie dat gemeten? Ja, dat is een hele goede vraag. Het antwoord is dat wij op dit moment, wij gaan van het ene CRM-systeem naar het andere. We zijn Salesforce aan het implementeren en we hebben op dit moment geen tool die klanttevredenheid meet. Dus het liefst zou je zeggen van je gaat iedereen die je op een bijzondere manier geserviced hebt, die ga je benaderen en je gaat kijken of zij nog een abonnement hebben of ze tevreden zijn. Dat kunnen we dus niet. Wat wij eigenlijk voornamelijk doen is de mensen opzoeken, hen bellen, gesprekken luisteren bij ons callcenter. Daar haal je ook heel veel signalen uit, e-mailtjes nakijken. En als mensen bevindingen doorgeven, dan bellen we ze ook nog wel eens op om te vragen of ze toe willen lichten. En je merkt gewoon aan hoe mensen reageren dat ze tevreden zijn. Maar ik kan niet zeggen, ze blijven daardoor zoveel langer abonneer bij ons. Want daarvoor ontbreekt de tooling. Goed, ik ben altijd van, en als het niet linksom gaat, dan moeten we gewoon rechtsom gaan. We moeten in ieder geval wat doen, ook als we de tooling niet hebben. Dus ik ben er wel van overtuigd dat het nut heeft, maar kan niet exact de cijfers geven. Nou, volgens mij een heel duidelijk antwoord. Dankjewel. Oké, dankjewel. Dan heb ik ook nog een vraag voor Erik. Dan kom ik onmiddellijk naar je toe. Exact. Nou ja, een vraag van Hieke Grotendorst. Mm-hmm. En ook wel iets wat ik zelf ook wel herken als consument dan eigenlijk. Hè. Ik zie heel regelmatig dat grote bedrijven hun telefoonnummers zo verstoppen dat je wel moet gaan chatten, terwijl dat niet je voorkeur heeft. Ja. Hoe kijk jij hier tegenaan? En misschien ook wel, hoe kijken wij hier tegenaan? Ja, ik denk dat is wel lastig. Als je als organisatie zeg maar mensen gaat uitsluiten, want dat is eigenlijk wat je doet op het moment dat je echt een dwingend iets richting een chat hebt. Ja, ik vind daar eigenlijk wel wat van. Wie sluit je nou uit? Dat is bijvoorbeeld mensen die dyslectisch zijn. Of mensen die gewoon digitaal niet zo vaardig zijn. Denk aan wat oudere mensen. Of denk aan mensen die vanuit een andere cultuur hier naartoe gekomen zijn. Dus ik vind het vrij lastig. Aan de andere kant snap ik die organisaties ook wel, want dat is wellicht hun strategie. Die zeggen van, nou goed, ik wil eigenlijk alles digitaal hebben. Wij zelf kijken daar eigenlijk wel iets anders tegenaan. Dus ik zei het ook eigenlijk net al, digitaal als het kan en persoonlijk als het moet. En als je bijvoorbeeld op de Vodafone.nl website gaat kijken, dan zul je zien dat we verschillende kanalen aanbieden, waaronder chat. We wijzen mensen naar de servicepagina. We proberen mensen echt te helpen op de digitale manier. Maar als laatste blokje zeggen we van, joh, neem zeker contact met ons op. Bel ons zeker. En dat doen we ook op Ziggo, uiteraard. Dus wat vind ik ervan? Je sluit mensen uit. Aan de andere kant, als het een onderdeel is van je klantcontactstrategie, ja, wie ben ik dan om te zeggen dat het fout is? Oké, nou, dankjewel, Erik. Beetje tevreden over het antwoord, Jelmer? Zeker, ja, zeker. Ik kan me voorstellen dat het een uitdaging is. Hè? Je wil natuurlijk ook digitaal ook wel stimuleren. Maar je moet daar natuurlijk ook wel de verschillende doelgroepen uiteindelijk ook bij in het oog houden. Precies. Dus, ja. Oké, helder. Dankjewel. Dankjewel, Erik. Dat brengt mij tot het einde in ieder geval van deze webinar. We hopen in ieder geval dat u geïnspireerd bent door de laatste trends die Erik Hartmans met u deelde. Zijn verhalen over de transformatie uiteindelijk van klantcontact in het digitale tijdperk. De tips van Gea Krechting, hoe ze bij FD Media Groep een succesvolle klantcontactstrategie wist te bouwen. En dat laatste natuurlijk het stappenplan van Robin Hogekamp. Hoe je concreet eigenlijk met een klantcontactstrategie kunt gaan starten. Mocht u nou naar aanleiding van deze content die vandaag gedeeld is nog met ons in gesprek willen treden, uiteraard kan dat. Sowieso via de chat, hè, dus we zullen dus ook zorgen dat de antwoorden in de chat ook nog beantwoord worden. Maar u kunt ook, en als het goed is, staat er nu een link ook in de chat, een registratielink, waarmee u ook een 1-op-1 gesprek met Erik en of Robin kan hebben. Ik zou zeggen, maak daar gebruik van. Ik denk, hoe klein de vraag ook, zeker waardevol om dat gesprek te hebben. En dan kunt u in ieder geval ook goed vervolg geven aan deze webinar. Mijn naam is Jelmer Lettery van Vodafone Business. Ik dank u hartelijk dat u hier vandaag met ons wilde zijn. En hopelijk zie ik u graag ook in het echte leven nog eens. Dank u wel.